Ik kom uit Groningen. Uit Venlo, Limburg. Ik kom uit Dordrecht. Arnhem. Zoveel jonge fanatieke domino-fans zijn er niet in Nederland. Via het internet kon Diederik er 4 vinden en die logeren nu de hele week bij hem. Overdag zijn ze niet uit de sportschool weg te slaan. Het is dus de bedoeling dat hier 55.000 stenen om gaan vallen onder het thema Sea Life. Dus zeg maar alles in de zee wat er gebeurt. En hopelijk valt alles, maar ja, je kunt er nooit van uitgaan dat het alles valt. Je klinkt net zo professioneel als die mannen van Domino D-Day, of niet? Ja. Zijn dat ook een beetje je voorbeelden? Ja, toch wel, want heel veel techniek heb je ervan en toch alle steentjes bij elkaar ook. Wat is er zo bijzonder aan domino? Nou, hier kun je je creatie en fantasie een beetje kwijt. Het ligt er toch een beetje aan met ieders eigen fantasie. De een heeft passie voor mooie veldjes, de ander heeft passie voor hele bijzondere stapelingen. Juist met al die ingewikkelde creaties is het belangrijk om goed uit te kijken waar je loopt. Want 1 verkeerde stap kan het einde van een dag werk betekenen. Hoe vaak gaat er nou wel even iets mis? Ik denk 1 à 2 keer per dag. Het record van Domino D-Day staat op 4.491.863 steentjes. Zover komen de jongens in Tilburg deze week niet. Maar over zo'n record mag je natuurlijk wel dromen. Dit jaar nog niet, maar misschien over een paar jaar dat ze een grotere hal kiezen. Speciaal voor ons gooiden ze hun mooiste project vandaag alvast om.